More than 1.5 million Jews. Meer dan 1.5 miljoen Joden zijn om het leven gebracht in de kampen Belzec, Sobibor en Treblinka tussen maart 1942 en oktober 1943. Het merendeel kwam uit Polen, maar er werden er ook veel gedeporteerd uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Joegoslavië en Griekenland en ook uit Wit-Rusland en Litouwen. Belzec, daar arriveerden transporten tussen maart en december 1942. Ongeveer 500.000 Joden werden er vermoord. In Sobibor werd tussen mei 1942 en oktober 1943 ongeveer 200.000 mensen vermoord. En in Treblinka werden ongeveer 900.000 Joden gedood tussen juli 1942 en augustus 1943. Ook Sinti en Roma werden vermoord. De drie kampen werden overzien door een kleine groep moorddeskundigen die de kampen moesten organiseren en erop moesten toezien dat alles goed verliep. In Sobibor waren er 20 tot 30 mensen, mannen, en dat aantal bleef stijgen. In Belzec waren er iets meer dan 20 mannen die toezicht hielden. Het personeel werd ondersteund tot 100 tot 120 bewakers uit de kampen Travniki van de voormalige Sovjet-oorlogsgevangenen, vooral Oekraïners. De volledige kampen werden SS-Sondercommando's genoemd en de gevangenen, zelfs degenen die hier werkten naast de gaskamers, werden niet Sondercommando's genoemd zoals in Auschwitz, maar gewoon arbeidsjoden, dus dwangarbeiders. Minder dan 140 mensen overleefden deze drie kampen door te ontsnappen voor en tijdens de opstand in Treblinka op 2 augustus en in Sobibor op 14 augustus, oktober 1943. In Treblinka waren er ook overlevenden die werden te werk gesteld in de uitroeiingszones. En daarom wil ik mij vooral toeleggen op Belzec en Sobibor. Zoals u hier kunt zien, deze tekening van Treblinka, gemaakt door de overlever Samuel Willenberg, was het kamp onderverdeeld in verschillende zones. Er was een leefzone voor de Duitse opzichters, de Travniki-bewakers en de gevangenen. Dan was er de zone waar de treinen aankwamen en waar de gevangenen, de gedeporteerden, zich moesten uitkleden. Dat was dus de ontvangstzone. Deze twee delen werden kamp 1 dus lager 1 of het lagere kamp. Dan had je nog het deel met de gaskamers en de putten. Dat was een gescheiden deel, daar stond een hek tussen. Dat deel werd het hoger kamp genoemd, of kamp 2, lager 2. De twee gedeeltes werden verbonden door de tube, een sluis dus. Het is moeilijk de geschiedenis van de drie kampen te reconstrueren, want de structuren van de kampen en de documenten werden vernietigd door de opzichters in 1943. Geschiedkundigen moeten twee soorten bronnen analyseren. Ten eerste de getuigenverklaringen die opgenomen werden tijdens de rechtszaken tegen de daders in de kampen. En ten tweede de gepubliceerde en ongepubliceerde herinneringen of memoires en interviews met de overlevenden. Dus bijvoorbeeld Rudolf Reder in Belzec, Thomas Blatt, Stanislaw Schmazner, Filip Jalovic voor Sobibor en Richard Glaser, Jan-Kjell Wiernik, Samuel Willenberg, Frank Stiffel, Martin Gray en Jill Reichman voor Treblinka. Eerst wil ik u een kort overzicht geven van de arbeidsjoden, dus arbeidsgevangenen in de drie uitroeiingskampen. En daarna wil ik het hebben over het soort werk dat de gevangenen moesten verrichten in dat vernietigingsproces. En tot slot zal ik nog de leef- en werkomstandigheden van de gevangenen toelichten. In het begin werden er
Joodse mannen geselecteerd uit de binnenkomende transporten en zij werden werkgesteld in de kampen, maar ze werden ook snel vermoord, vaak al aan het einde van de dag. Maar het personeel realiseerde zich dat zij een permanente staf moesten hebben en dat dus een hiërarchische structuur efficiënter zou zijn. Sobibor was het eerste kamp waarin permanente werkcommando's werden geïnstalleerd in mei 1942. Er waren ongeveer 600 à 700 mannen en vrouwen die daar werkten tussen 1943. 300 van hen werkten in de uitroeiingszone. Meer dan 100 waren vrouwen. Belzec had permanente commando's vanaf juli 1942. Bijna 1000 Joden werden het werk gesteld in het kamp tijdens de zomer en de herfst van 1942. Sommige onder hen waren vrouwen. In Treblinka waren er permanente commando's sinds de herfst van 1942. Meer dan 1000 mannen en vrouwen werkten daar in 1942 tijdens de massadeportatie. Het daaropvolgende jaar was het aantal gevangenen dat werkgesteld werd in het kamp lager. Het unieke doel van de drie kampen was uitroeiing. Desalniettemin waren er jobs die niet rechtstreeks verbonden waren met die massamoord. Een groep van de gevangenen moest bijvoorbeeld de bezittingen van alle slachtoffers sorteren en zij moesten de activiteiten zoals de Canada-commando uitvoeren in Auschwitz-Birkenau. Er waren de Goldjuden, dus de goudjoden, die moesten omgaan met geldzaken en goud en juwelen. Een andere groep was aan de slag als gespecialiseerde ambachtslui. Dat waren de dienstgevangenen. Zij waren koks, bakkers, poetsdames, wassers, strijkers, breiers, naaisters, schoenmakers, kleermakers, timmermannen, metselaars, smits, loodgieters, schilders, muzici, kantoorbedienden, kappers, dokters, apothekers, tandartsen, tuiniers enzovoort. Een commando moest de prikkeldraad camoufleren door middel van takken en een ander commando werkte buiten de kamp in de veldcommando. Zij verzamelde hout voor het verbranden van de lijken. In Treblinka waren er 80 à 100 ambachtslui die moesten samenwerken met de goudjoden. Dat waren dus de hofjoden. Maar de meerderheid van de gevangenen werden te werk gesteld in zaken die rechtstreeks betrekking hadden op het uitroeiingsproces, namelijk de transportabfertigung. Zij voerden gelijkaardige taken uit als het rampcommando en het zondercommando. Nochtans waren de taken van het zondercommando in Birkenau en in Reinhardtkampen zaken die door verschillende teams werden uitgevoerd in de ontvangst- en de uitroeiingszones. De gevangenen in de ontvangstzones werden werkgesteld op de toevoerlijnen en de zones waar men zich moest uitkleden. Zij sorteerden de bezittingen en de gevangenen daar hadden ook geen contact met de andere kant van het kamp. Zij moesten de gaskamers schoonmaken, moesten de lijken naar de massagraven brengen en stonden in voor de crematie van de lijken. Ik zal u een idee geven van de taken van de Joden in het uitroeiingsproces in Treblinka tijdens september en december 1942 na de reorganisatie van het kamp. In september werden ongeveer 180.000 Joden vermoord nadat zij gedeporteerd waren uit Warschau, Radom en Lublin en Theresienstadt. De gemiddelde dodental was ongeveer 6.000 mensen per dag. De vroegere drie gaskamers werden nog steeds gebruikt en de 10 nieuwe die werden afgemaakt in oktober. Tussen oktober en december werden zelfs Joden uit Duitsland en uit de regio Bialystok naar het kamp gebracht. In oktober 1942 was het aantal slachtoffers op zijn hoogtepunt. 210.000 mensen werden vermoord. Dat is bijna 7.000 per dag. Het duurde minder dan 2 uur vanaf het moment dat de gedeporteerden aankwamen in het kamp, totdat zij werden vermoord in de gaskamers. De tekening van de overlever Willem Werch toont ons de
ontvangstzone, de opnamelager. Elk vernietigingsproces dat herhaald werd tijdens de zomer in de herfst 42 tot zes keer per dag, had vaak betrekking op 20 vrachtwagens met meer dan 2000 gedeporteerden die aankwamen. Zij ontmoetten de Travniki-bewakers en de Duitse opzichters die pistolen droegen en de werkjoden die daar dus aan de slag waren. Het commando werd het Blauwe Commando genoemd en bestond uit 30 tot 50 gevangenen die bezems hadden om de zone schoon te maken. Ze hielpen de gedeporteerden uit de wagens komen en zij namen hun bagage en de lijken aan. De Blauwe Commando's wachten tot de gedeporteerden zich moesten uitkleden en moesten dan het platform schoonmaken en de vrachtwagen schoonmaken en die desinfecteren. Zij gooiden de lijken in de put, de lazaret, en brachten de bagage naar de sorteerzone. Ze moesten de ouderen, zieken en gewonde gedeporteerden meenemen naar de executiezitten, die valselijk Lazaret Hospital werd genoemd. Dat bestond uit een put en een kleine hut die omheind was met prikkeldraad waar rond de stakken gewikkeld zaten. Zieke arbeidsjoeden of kleine groepen Sinti en Roma werden hierop vermoord. Deze gedeporteerden moesten zich uitkleden en werden dan doodgeschoten door Duitse opzichters of Travniki-bewakers. De arbeidsjuden moesten dan de lichamen in de put gooien. De overige gedeporteerden werden ontvangen door het Rode Commando, dat bestond uit 30 tot 50 gevangenen in de uitkledingszone, de Umschlagplatz. Het commando werd gecreëerd aan het einde van september 1942. Tot dat moment werd die taak uitgevoerd door mannen die geselecteerd werden uit de gedeporteerden en die aan het einde van de dag vermoord werden. Een van de Duitse opzichters gaf de orders die werden vertaald door de gevangenen. De gedeporteerden werden verdeeld in twee groepen, mannen rechts en vrouwen en kinderen links. Ze moesten hun schoenen uitdoen, gingen de barak binnen en moesten zich uitkleden. De mannen moesten zich buiten op het plein uitkleden. Leden van het Rode Commando hielpen gedeporteerden die niet in staat waren zich zelfstandig uit te kleden. Zij namen zieke mensen die door het Blauwe Commando niet gezien waren, naar de lazaret. Sommige go-jews werden te werk gesteld in die zone waarin ze moesten uitkleden. En anderen moesten goud, geld en juwelen van de mannen afnemen. Een andere groep gevangenen, 25 tot 30 kappers, moesten het lange haar van de vrouwen afscheren in een kamer in de barak. De gedeporteerden moesten in de schlauch binnengaan, de sluis, en werden dus naar de gaskamers gevoerd onder toezicht van de Travniki-bewakers en opzichters. In tussentijd bracht het Rode Commando alle bezittingen en kleren van de gedeporteerden naar de sorteerzone. Binnen een paar minuten tijd moesten zij het plein opkuisen zochten ze naar waardevolle bezittingen die de gedeporteerden vaak begroeven, zodat de daders die niet konden meenemen. De gedeporteerden gingen naar de gaskamers en over het algemeen werd er slechts één rij van die kamers gebruikt. De deuren sloten, de mannen, vrouwen en kinderen kwamen om het leven door vergassing uit een uitlaat, een motor die bestuurd werd door Travniki mannen en Duitse opzichters. De uitlaatgassen werden in de gaskamers gebracht door een systeem van buizen. Tussen 15 en 20 minuten later waren de gedeporteerden dood en gingen de deuren weer open. Hun lijken werden door een gevangenenteam van 60 gevangenen naar buiten gedragen. De man nam de lijken mee en bracht die naar buiten uit het gebouw. Dus de mannen van het schoonmaakcommando moesten de vloer en de muren van de gaskamer schoonmaken die onder bloed, urine en uitwerpselen zaten. Een
een schilder moest de muren opnieuw witten. Het zogenaamde transportcommando van 50 à 60 gevangenen moest de lijken wegbrengen naar de massagraven. In de eerste weken van het kamp konden de gevangenen gebruik maken van een spoor naar de gaskamers, van de gaskamers naar de massagraven, maar dat bleek een te trage manier van werken te zijn. En dus besloot het kamp enkel gebruik te maken van de fysieke kracht van de gevangenen. Deze mannen van het transportcommando werden dus gedwongen om de lijken te dragen met riemen en later met draagbarrières die gemaakt waren van hout. De gevangenen werkten in groepen, in groepjes van twee, en op weg naar de gaskamers werden de lijken geïnspecteerd door de tandartsen. Die moesten nagaan of er gouden tanden waren of verborgen waardevolle bezittingen. Zij moesten dus de gouden tanden schoonmaken en die verwijderen en ook de waardevolle bezittingen en het goud afnemen, want die werden naar het lagerkamp gestuurd. De massagraven waren de werkplek voor het pitcommando. Dat bestond uit 10 mensen. Zij moesten de lijken opstapelen in de graven. Tussen de verschillende lagen van lijken moesten zij zand gooien en chloor. Uiteindelijk werden de lijken bedekt met een laag zand. Aan het begin van 1943 werd kom afgemaakt met de 800.000 lijken die dus werden verbrand in de putten. Dat werd allemaal uitgevoerd door de arbeidsjuden in de drie kampen. Dus niet door Blobel en de commando's 1005. Tot op dat moment werden de lijken slechts sporadisch verbrand, hoewel dat in kampen als Belzec en Sobibor de sporen van die misdaden al werden uitgewist vanaf het einde van 1942. Dat gebeurde vooral na het bezoek van Himmler in het kamp. Het crematiesysteem was erg vergelijkbaar met hetgeen dat gebruikt werd in Birkenau in 1942. De sporen werden geïnstalleerd op een cementen basis en daar werden de lijken dus opgesorteerd. De crematie werd opgevoerd door petroleum, gas en allerlei doeken en hout dat werd verzameld door het waldcommando. De Duitsers haalden de lijken die dus in ontbinding waren met twee of drie opgravers uit de putten. De Joden moesten de overblijvende delen van de dode lijken manueel uit de putten halen. Carriers, dus de dragers, die brachten de lijken dan naar de crematieovens. De mannen van de Feuerkolonne, de verbrandingsgroep, moesten de lichamen op roosters leggen waar zij werden verbrand. Assen en beenderen die niet verbrand werden, die werden verzameld door het beenderteam, de knochenkolonne. De kleinere beenderen die werden gegeven aan het assenteam. Zij verbrijzelden de beenderen en controleerden het werk. De assen werden door het ash-team in de lege massagraven gegooid. De putten werden bedekt door een dikke laag zand. Een tuiniersteam moest daarop dan planten en bloemen. Een deel van de assen werden verzameld in zakken en werden uitgestrooid op de paden in de kampen en in de uitroeiingskampen naar de werkkampen Treblinka. Belzec en Sobibor hadden vergelijkbare uitroeiingsprocessen, maar er waren verschillen. De enkelvoudige commando's werden gebruikt in Belzec en Sobibor en die hadden verschillende namen en verschillende functies, maar het zou te lang duren om elk kleinste verschil uit te leggen. Ik zal slechts één iets vermelden. Als je kijkt naar Sobibor in de tekening van deze Duitse opzichter, Erik Bauer, dan ziet u de spoorweg
van de ramp naar, de, naar kamp 3, de uitrunningszone. Dat spoor werd gebruikt om lijken te transporteren en ook ouderen en zieke gedeporteerden of baby's wezen die werden doodgeschoten naast de massagraven in kamp 3. De arbeidsjuden moesten de wagonnen vullen met gedeporteerden. In Belzec werden de gedeporteerden niet meer konden wandelen, vermoord zowel in de uitroeiingszone door kogels als in, naast de massagraven. Dus het was enkel Treblinka met Lazaret, waar een miniatuur van, het uitroeingszone, van de uitroeiingszone werd geïntegreerd in andere delen van het kamp. De arbeidsjuden werden hiërarchisch georganiseerd, gelijkaardig aan de organisatie van een concentratiekamp. Enkele van de Duitse opzichters werden te werk gesteld voor de Tweede Wereldoorlog als SS'ers in Sachsenhausen en Buchenwald. Zij gebruikten hetzelfde formaat om de gevangenen te organiseren. De gevangenen hadden dus de verantwoordelijkheid om andere gevangenen te bevelen te werken zonder problemen. De kapo's en de ploegleiders die kregen zwepen en moesten lichaamstraffen uitvoeren. Er bestonden dus oberkapos en unterkapos. Het hoofd van de gevangenen in Sobibor was een oberkapo, de governor, de generaal-governor. Het was Moshe Sturm voor Polen en Herbert Naftaniel, Berliner werd hij ook genoemd. Die werd gedood door de gevangenen omdat hij gezien werd als een gruwelijke informant. Na zijn dood werd een nieuwe hoofd spits voor Holland. Er was een oberkapo in de uitroeiing. In kamp 3 ook. En er waren ook nog de oudsten die verantwoordelijk waren voor de barak. En een aantal gevangenen die daarmee voor instonden. Marcel Ligalewski werd de oudste van het kamp genoemd, de kampcommander. Toen hij aan tyfus ging lijden, werd hij vervangen door Rakowski, die dan vermoord werd door de Duitse opzichters. In de uitroeiingszone was er een überkapo. De Oostenrijkse Jood Blauw en daarna een andere Oostenrijkse Singer. Ze leefden in aparte zones die omheind waren met hekken en prikkeldraad. In Treblinka werkte zij sinds de herfst van 1942 in het zogenaamde ghetto en in de barak in het hogerkamp. In Sobibor leefde en werkte zij in kamp 1, waar de barakken en de kantoren zich bevonden. In de uitroeiingszone in kamp 3 hadden ze livings en een extra omheinde barak. De gevangenen in Belzec, Sobibor en Treblinka hadden burgerkleden, geen uniforms. In Treblinka werd hun haar geschoren in 1943. De gevangenen hadden gestreepte uniformen en ze werden geregistreerd. In Belzec en Sobibor was er enkel een controle van de kwantiteit en dus zij werden niet geregistreerd op naam. De leefomstandigheden van deze gevangenen werden gecharakteriseerd door een gebrek aan hygiëne, water en voeding. De gevangenen werden behandeld met constant geweld en zij moesten strenge regels volgen. Zij werden vaak gestraft, geslagen, zij moesten dwangarbeid uitvoeren, werden geëxecuteerd. Zij riskeerden dus elke dag hun leven, vooral in 1942, toen zij gemakkelijk vervangen konden worden door nieuwkomers uit de transporten. Zieke gevangenen werden vermoord. Anderzijds kunnen we stellen, als we vergelijken met de concentratiekampen, dat de gevangenen open ruimtes hadden. Mannen en vrouwen konden bijvoorbeeld vrij met elkaar praten. In 1943, in Sobibor en Treblinka, na een tyfusepidemie, waren er verplegers aan de slag. En de zieke gevangenen konden 3 dagen in verzorging blijven. Het dagelijks leven van de gevangenen, die werkten en leefden in de uitroeiingszone, was erger. Niet enkel door te doen van het soort werk dat zij moesten doen, maar ook door het constante contact met de doden. In Treblinka moesten zij voortdurend lopen, vooral de dragers die gemakkelijk vervangen werden, aangezien zij geen gespecialiseerde ambachtslui waren. Zij werden voortdurend geslagen en velen werden vermoord. En zij hadden geen kans om zich te organiseren of om nieuwe kleren te verkrijgen zoals andere gevangenen, om tyfus en andere epidemieën te vermijden. Zij hadden ook geen toegang tot extra voeding. Tot 1943
1943 waren er geen hygiëne en pas in 1943 werden enkele vrouwelijke arbeiders verplaatst naar het hoger kamp om de kleren van de gevangenen te wassen. Veel gevangenen probeerden zelfmoord te plegen in de eerste periode tot de reorganisatie van de gevangenen. Konden er een aantal ontsnappen uit de uitroeiingszone. Dus tot slot, in vergelijking met de Sonderkommando's in Birkenau, kunnen we stellen dat er veel gelijkenissen zijn. Bijvoorbeeld de weg naar de gaskamers, die werden schoongemaakt, de gouden tanden, die werden uitgetrokken enzovoort. Maar er zijn ook verschillen. Om te beginnen werden de taken die door de Sonderkommando werden uitgevoerd in Birkenau overgenomen door verschillende commando's in de Reinhardt-kamps. De arbeiders in de ontvangstzone moesten werken met mensen die nog in leven waren. De arbeidsjuden in de uitroeiingszone ontvingen dode lijken en zij waren de enigen die in een aparte sector woonden. Het tweede verschil was het knippen van het haar dat in Belzec, Sobibor en Treblinka door kappers werd gedaan voordat zij werden vermoord. Dat spaarde heel wat tijd uit. Het aantal lijken in de massagraven voor het verbranden was veel hoger dan in Auschwitz. We moeten erbij stilstaan dat de kampen aan het einde van 1942 bijna geslaagd waren in het volbrengen van hun taak om de hele Joodse bevolking uit te roeien. Het merendeel van de lijken werd verbrand en dan werd eerst begraven en dan verbrand. Ik wil u er ook aan herinneren dat in Treblinka het mogelijk was om het uitroeiingsproces 6 keer te herhalen per dag en dus 12.000 slachtoffers te maken per dag.